Het is eventjes een grote opluchting. Een grote opluchting. Want ik heb toch wel ellendige. Ik heb maanden achter de rug vorig jaar. Dat het kapitaal van de Stichting Broodnodig bestond uit 7 euro. En dat is nu wel anders. Pater Poels kreeg 25.000 euro uit de opbrengsten van de Quiet 500. Dat gaat naar eten, zou je zeggen. Maar aan voedsel heeft Poels juist geen gebrek. We krijgen iedere dag grote hoeveelheden brood. We hebben een relatie met een soepfabriek in Drunen, waar deze dingen vandaan komen. Voor eten hoeven wij niet bezorgd te zijn. Het meeste ben ik... Hallo. Hi. Het meeste ben ik kwijt aan geven om te voorkomen dat er een diepere ellende komt. Poels is een bekende verschijning in Tilburg. Hij deelt voedsel uit en hij brengt brood rond op zijn fiets. Er zit misschien al wel geld in voor een luxere auto. Oh nee, absoluut. Ik kan helemaal geen auto rijden. Het is zo dat ik zeker alleen maar fietsend in bestaan blijf. Totdat dat afgelopen is natuurlijk.